Minister Kramer heeft 31 miljoen euro toegezegd aan Rotterdam voor de herontwikkeling van de stadshavens. In het gebied aan de boorden van de Maas verrijzen tot 2040 onder meer 13.000 nieuwe klimaatbestendige woningen. Het gaat om 1600 hectare en dat is ongeveer 2500 voetbalvelden. Echt een gigantisch gebied. Wonen, werken, recreëren en ook nog leren. En dan op een duurzame manier wordt dit allemaal weer opnieuw ontwikkeld. Prachtig project, een topproject als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Kramer maakte de bijdrage bekend bij de opening van de RDM-campus door kroonprins Willem-Alexander. Op de moderne campus in de historische droogdokgebouwen volgen mbo- en hbo-studenten onder één dak onderwijs. De 31 miljoen van Kramer worden onder meer gestoken in de ontwikkeling van de Rotterdam Climate Campus. Een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met schone energie en innovatie. Daarnaast is het geld bestemd voor de openbare ruimte en voor bedrijven. Wonen, werken, recreëren en dat op een innovatieve en duurzame manier, dat staat centraal hier in de stadshavens. We'll be right back.